U kent hem wel, Joke Bakker van Open Arts Exchange op de Hoogstraat. Dat is een bezig baasje. Altijd wat te doen op de Hoogstraat. Joke, er staan weer twee dingen op het programma. Eerst een wandeling en dan een expositie. Laten we met de wandeling beginnen. Ja, we zijn net vandaag begonnen, of eigenlijk gisteren, met Art Route Schiedam. En Art Route Schiedam die wordt altijd actief met Rotterdam Art Week. En dat is deze week. En we hebben deze keer een route van 12 locaties, maar liefst. En met heel veel wijzigingen ook in de locaties, omdat er veel art spaces verhuisd zijn. Dus er zijn veel nieuwe dingen. Dus dat is heel leuk. En we hebben dit jaar dus 12 locaties. En op 5 plaatsen in de route hebben we muziek. We hebben een paar openingen, waarvan deze. En zondag is ook nog een opening bij Kunstwerk in het nieuwe Art Center Schiedam. Even voor de duidelijkheid, men gaat dus langs kunstlocaties. Ja, de route gaat langs 12 locaties in Schiedam waar kunst te zien is. En waar allerlei actieven rondom het gebied van kunst zijn. Het is dus een kunstroute. Je kunt hem lopen. En voor een deel kan je hem ook varen. Want voor speciaal Rotterdam Art Week heeft de sodafabriek, die ook nu in de route zit, hebben een sloep geregeld. Waarmee ze zeg maar, vanaf de sodafabriek zeg maar, naar de Lange Haven kunnen varen. En op diverse plekken zeg maar, mensen uit kunnen stappen en in kunnen stappen. Maar voor de wandeling is haast geboden, want... Het is maar 4 dagen nu. Maar het is niet zo dat mensen de Art Route Schiedam niet kunnen lopen buiten Art Rotterdam Week. Maar er zijn nu wel veel leuke dingen te zien op de route. Dus wat dit betreft zaterdag en zondag? Ja, zaterdag en zondag. En vandaag gewoon bij ons, dus de opening. En de Afrikaanse muziek, dus ook heel leuk. Dus, ja. Want ik wou zeggen, er is ook weer een nieuwe expositie. Ja. Er is weer een nieuwe expositie bij ons. Die heet dit keer Hashtag Faces. En het gaat eigenlijk over de hedendaagse Afrikaanse identiteit. Wat is dat dan? En we hebben een aantal kunstenaars gevraagd om portretten te maken van Afrikaanse mensen. En dat hebben we gevraagd aan verschillende kunstenaars met verschillende achtergrond. Dus we hebben er een aantal gevraagd die in Afrika wonen. En werken en daar dus van daaruit dat doen. Een aantal die in diaspora leven, dus die in Europa leven. En eigenlijk met de ene been in de westerse maatschappij staan en de andere been in de Afrikaanse maatschappij. En we hebben ook Klaas Henk Blonk, dat is een kunstenaar uit Dordrecht. Die Afrika heeft bezocht op zijn reizen. En eigenlijk met hele witte ogen naar zeg maar, Afrika kijkt. En zijn indrukken heeft gemaakt. Met andere woorden, kom dat zien. Ja, want het is ontzettend leuk, want het is heel gevarieerd. We hebben schilderijen, collages, werken met nagels, spijkers en keramiek. Dus het is echt heel gevarieerd en het is heel kleurig en vrolijk.